Hallo! Presentatrice Daphne Bunskoek is even terug in het huis van haar voorouders in Wilhelminaoord. En ze heeft haar familie meegenomen naar Drenthe. Ooit woonde de familie van haar moederskant in deze kleine koloniewoning. Als je in het huisje staat waar daadwerkelijk jouw voorvader heeft geleefd en de muur kan aanraken, diezelfde steen op sommige plekken nog steeds, waar hij eventueel zijn hand op zou kunnen hebben gelegd. Ja, dat vind ik gewoon heel fantastisch en bijzonder. Het is voor Bunskoek de eerste keer dat ze ook echt binnen kan kijken in het huisje. En haar bezoek is niet alleen voor de lol. Op 20 april is Daphne de dagvoorzitter van een congres. De Maatschappij van Weldadigheid bestaat al 200 jaar en de koning, Willem-Alexander, komt op bezoek. Ja, dit was een proefkolonie 200 jaar geleden. Johannes van der Bosch had eigenlijk maar één doel, namelijk dat mensen die even een duwtje in de rug nodig zijn, dat ze uiteindelijk weer sterker terug kunnen keren in de maatschappij. Dat was voor die tijd heel erg innovatief en dat willen we weer terughalen naar het nu. En daar wordt hard aan gewerkt. Komende week opent een expositie over de toekomst van Frederiksoord en de kolonie. Daphne Bunskoek mocht hem nu al zien. In de oude tuinbouwschool start binnenkort een project waarbij tienermoeders en 70-plussers gaan samenwonen. Dat is wat er nu al specifiek speelt in mijn organisatie in Groningen. Dus daar hebben we al bewezen dat het kan. Alleen we gaan nu op een gegeven moment meer elementen bij elkaar halen, waaronder bijvoorbeeld techniek, sensoren. Dus her en der zijn we al bezig, maar we hebben gezegd wij willen het eigenlijk in de smeltkroes bij elkaar brengen om dat toch nog de versnelling aan te kunnen brengen. En zo moet Frederiksoord weer de bakermat worden van een nieuw soort verzorgingsstaat.